Hoi en welkom bij deze nieuwe video van Tijdreis TV. In deze video ga ik je uitleggen hoe je moet samenvatten. Kijk je mee? Samenvatten kan best wel lastig zijn. Je hebt een enorme lap tekst en die moet je maar in kleine stukjes zien te hakken. Wat is nou wel belangrijk, wat niet? Hier kun je vast wat hulp bij gebruiken. Dit zijn de 5 stappen waar je gaat samenvatten. Lezen, opschrijven, samenvatten, checken en onder elkaar plakken. Er zijn 3 belangrijke regels die je moet onthouden. 1. Less is more. Hou je samenvatting dus kort. 2. Kleur de belangrijke woorden met een markeerstift. Zo zijn ze herkenbaar. En 3. Schrijf het liefst je samenvatting met de hand op. Dat onthoud je beter. Dus niet met je iPad of computer. De stappen van het samenvatten. 1. Kijk eerst naar de titel. Waar gaat het paragraaf over? Lees vervolgens de tekst rustig door. 2. Kijk vervolgens per alinea naar de kop en de moeilijke woorden, begrippen. Om het begrip heen staat bijna altijd de uitleg. Schrijf die ook op. 3. Probeer dan per alinea met de woorden die je hebt opgeschreven bij stap 2 een paar zinnen te maken. 4. Als het goed is, heb je nu per alinea een korte samenvatting van 5 à 6 zinnen. Het kan ook iets minder zijn. Klopt dat? Dit is dus een check. 5. Zet alle geschreven stukjes tekst die je per alinea hebt gedaan nu onder elkaar. Hoera! Stap 6. Klaar is je samenvatting. Hier even een extra tip. Het is altijd goed om nog even een paragraaf als geheel in een paar zinnen samen te vatten. Soms kan dat door een deelvraag te beantwoorden. Die vind je soms in het tekstboek, maar ook wel eens in het werkboek. Ook kun je met behulp van de titel en de kopjes van de alinea's een kort verhaaltje maken. Waar ging de tekst ook alweer over? Moeilijke woorden is best wel lastig te vinden. Deze zijn altijd goed om te onthouden. Begrippen zijn vaak vet gedrukt. Namen, gebeurtenissen, jaartallen en locaties. Die zijn vaak belangrijk en vind je ook terug vaak in toetsen. Dit is een voorbeeld. Dit is een stukje tekst. Ik heb de begrippen geel gemarkeerd. Politiek en democratie. Daaromheen staat in het groen de uitleg van het begrip. In het oranje heb ik dan nog de uitzonderingen gedaan. Of de extra uitleg. Bijvoorbeeld van het vorige stukje tekst. Politiek en democratie heb ik geel gemarkeerd. Dat zijn de begrippen. De uitleg stond in het groen. En de uitzondering was het oranje. Dat ga je natuurlijk niet in je tekstboek markeren, tenzij je hem op de iPad hebt. Maar schrijf dat gewoon op in je aantekeningsschrift. En nu, kun je aan de slag? Heel veel succes, ga het vooral proberen. Als je nou nog vragen hebt of het lastig vindt, dan is het altijd goed om eventjes te overleggen met je mentor, docent, broer, zus of ouders. Zij hebben vast ook wel ideeën. Als je nou nog vragen hebt voor mij, stel ze dan onder in de comments en dan help ik je met alle liefde op weg. Abonneer vooral hier als je dat nog niet gedaan hebt, dan mis je niks. Ik ga namelijk meer van dit soort video's plaatsen. Succes!